Goedemorgen iedereen. Welkom bij weer een nieuwe vlog. Ik ga even naar boven. Want ik ga mij klaarmaken. Wij gaan naar kantoor. Wij zijn gisteren op collectie geweest. Dus we hebben heel veel nieuwe spullen. Die normaal gezien morgen al online komen. Ik zoek kleren. Amai, het is echt erg. Wauw, dit moet allemaal weg. Dat is was. Oh my god, deze twee dozen heb ik pas aangekregen. Behalve dit, dit wordt er niet bij. Maar, oh, dit moet ook nog weg. Oh my god. Ja, zo ziet mijn dressing er momenteel uit. Even kijken als mijn schmink wel goed is, want ik heb het gevoel dat ik wat plekken heb. Maar ik weet niet meer wat ik wou zeggen. Ah ja, ik ga naar kantoor. Ik ga dit aan doen van Revolve. En dan ga ik naar kantoor. Allee, we gaan even op kantoor foto's maken. En dan gaan we blijkbaar bij Celine en Nick zitten. Omdat het daar fris zou zijn. Ik heb geen idee, maar Celine stuurde dat. Dus ik zei, oké, goed. En dan gaan we dus daar zitten. En de mannen gaan er blijkbaar ook zitten. Dus ik gok dat we daarom naar daar gaan. En dan daarna deze avond hebben wij een etentje van 241. Met alle 241 gezichten, zal ik zeggen. Dus zo meisjes die promo maken voor 241. En Celine en ik zijn daar dus ook bij. Dus dat was met, ik denk, Celine van Uitzel, Lotte Feijen, Anne-Katrien van Teacups and Dresses, Gilles de Greve en zo. Maar oké, dat gaan jullie straks wel zien. Ik ga me nu omkleden en dan ga ik richting Bering rijden. Dit is mijn outfit. Oké, het is hier kei donker. Ik ga aan deze kant proberen. Beter, denk ik. Mijn bandeau top is van Revolve. Short is Totally Too. En het wordt vandaag 37 graden, dus ik ga voor zo weinig mogelijk stof. As you can see. Oh, het wordt echt mega warm. Dus dit is wat ik aandoe. En dan denk ik dat ik mijn grijze studs sandaaltjes ga aandoen van Totally Too. Change of plans. Ik ga voor de zwarte short van Totally Too. Dat is misschien toch iets beter. Oké, dit wordt het. Wij zijn nu bij Celine en ik. We gaan eten allemaal. Ik ben snel naar de Albert Heijn geweest om iets gaan halen. En dan gaan we nog werken. We hebben ook al op kantoor foto's gemaakt en dingen uitgepakt en zo. Dus we're on a roll, hè. Hier zitten we staan. We werken. Hey, mannen. Working hard. En de, wat is dat? Tuintafel. De hondjes staan hier ook. En we zitten hier omdat er airco is. En dat lekker fris is. Wilke! Zeg eens hey tegen de vlog. Zeg eens hey tegen de vlog. Zeg eens hey. Nee, wilt je niks zeggen? Oké, dan niet. Okay, we zijn aangekomen bij het gerecht. Een olie. Wit. De dresscode is white with a touch of pink. Dus Celine zo. En ik heb nog roze schoenen. Dus let's see nu. Zijn er. Ik heb er al zat mee. Ik heb gewoon kennis. Oké, ik ben thuis, maar ik sta voor een gesloten deur, want Sam ligt in bed en heeft de sleutel aan de binnenkant erop laten steken. Ja, daar is hem, denk ik. Ik heb net gebeld en gelukkig nam hem op. Oké, ik ben binnengeraakt. Sam is de deur komen open doen. Ach, waarom die lag al in bed? Hey, kom eens hier. Wie komt thuis bij mij? Dag, schat. Dag, schat. Amai. Deze jurk zit zo vast hier van boven.
kan echt zo niet meer ademen. Je ziet dat ook als ik inadem. Dat was helemaal spannend. Hey schatty. Hey schatty. Even. Ja. Oh, komt je bij mij? Kom maar. Kom maar hier. Oh, ik ben blij dat ik thuis ben. Oh my, dat is zo onflatterend. Echt wel blij dat ik thuis ben, want ik ben echt moe. En morgen vroeg moeten we naar de Wimpers. Maar dat ga ik ook nog filmen morgen vroeg. Dat was wel echt super gezellig. Hey schatty. Het was echt kei leuk om zo iedereen eens te ontmoeten. Ik ken al heel veel meisjes en ik heb al heel veel meisjes gezien. Zoals Lotfeye, Celine van Oitzel, moest ik zeggen. En India, Sue en Jill de Greve, Anne-Katrien. Die heb ik allemaal wel gezien, maar er waren er ook nog wel een paar die ik nog nooit had gezien. Alleen niet in het echt. Dus dat was wel heel tof om elkaar zoals allemaal te zien en gezellig samen te zijn. Milky. Milky wil aandacht. Om zo fijn allemaal samen te kunnen babbelen en ja, gezellig te zitten en lekker te eten. Dus ik vond het heel gezellig. Ik ga nu mij ontschminken, mijn pyjama aandoen. Dan ga ik slapen. Ik zie jullie morgen vroeg bij de Wimpers. Slaap wel iedereen. Goedemorgen iedereen. Goedemiddag, het is 1:30. Ik ben ondertussen al naar Brows & Beyond geweest. Ik ben helemaal vergeten te filmen omdat ik me niet heel goed voelde. Ik had deze nacht redelijk veel buikpijn. En ik was deze morgen door te weinig slaap redelijk angstig. Dus ik kon gewoon even niet filmen. Ik moest me gewoon even concentreren op mezelf. Maar zo zien de brows eruit. En de wimpers. Ik zal jullie ook een voorfoto laten zien op mijn gsm. Dan hebben jullie dat ook gezien. Hier is er eentje. Oké. Hier heb ik echt helemaal niks op. En nu ook niet. Allee, ik bedoel, hier heb ik niks van schmink op. Echt 0,0. En dit is dus. Daarna, ik heb ook nog altijd geen... Oei, ik ben niet scherp denk ik. Ik heb ook nog altijd geen face make-up op. Maar mijn wenkbrauwen zijn dus gedaan. En mijn wimpers hebben lash lift gekregen. Plus getint. Dus en dat blijft. Mijn wenkbrauwen blijven sowieso een week. Lang blijven die zo. En mijn wimpers, dat blijft echt wel 4 weken of zo. De tint gaat er wel een beetje afgaan. Maar de krul blijft wel echt 4 tot 6 weken. Dus dat is kei fijn. Ik ga nu eten. Ik heb roti kip masala. Dat had ik gisteren in Albert Heijn gekocht. En ik vond dat zo lekker. Dat deed me denken aan Ibiza bij Putumayo. Die had ook roti gemaakt. En dat is echt super lekker. Dus dat ga ik nu eten. Ik eet dus 2 dagen op rij hetzelfde. Oeps. Maar ja, deze avond eet ik wel iets anders. Voor de rest ga ik hele dag thuis werken. Ik heb redelijk wat vlogs om te monteren. En Celine had er ook veel. Dus we zijn echt hele dag thuis. Dan nog een paar dingen voor Totally Too. Maar die gaan we ook via thuis doen, via de computer. Dus dat lukt wel allemaal. En deze avond komt er een nieuwe collectie online. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat lopen. Maar voor hier ga ik deze vlog afsluiten. Hopelijk vonden jullie het een leuke vlog. Dus zeker thumbs up. En vergeet ook zeker niet te abonneren als jullie nog niet geabonneerd zijn. Daar doen jullie ons een super groot plezier mee. En tot morgen!